Laten we lekker even met rust en hier op een minuutje kan dan weer. Hé? Ja, oude kereltje. Ja. Ja. Nee, wat Speedy allemaal doet bij Karin, dat doen wij niet, hè? Nee, dat beginnen we niet aan. En die is ook zo lief, hè? Nee? Die is ook zo lief, hè? Ja, kon dat eventjes heen en weer? Of hou je er gelijk weer mee op met het staartje te kwispelen? Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag 30 januari en we leven alweer om 2 minuten over 3. Ik ben laat uit bed, want ik was gisteren nogal uitgeput. Ja, en dan ook nog even goed die ene video online gezet van gisteravond van de vent Den Helder. En ik hoop dat hij natuurlijk massaal wordt bekeken en wordt gedeeld. Ja, want dat was grandioos. Dat was echt super. En ik kan zelf op Facebook helaas niks beginnen. Ik ben daar geblokt, omdat ik waarheden erop zet. En dat mag van de heren Facebook niet. Nee, je mag niet waarheden erop zetten. Vreemd, hè? Ja, dat is net zoiets als met die mensen daar in Den Haag. Je mag het er niet over hebben, geen waarheden vertellen, want dan word je gestraft. Ja, nou, dat ben ik dus nou, maar ik heb mijn team achter me en die doen het voor, met alle liefde voor me. En anders heb ik over ook wel nog andere lieftallige vrienden en vriendinnen die het ook nog wel voor me willen doen. Dus het komt allemaal wel weer goed, zou ik zo zeggen. Maar welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En beestjes hebben wij. Ja, dat is, ik weet niet eens niet, waar zit die? Ah, kijk, daar zit meneer. Meneertje Kandalf. En dan heb ik twee lieftallige dames. Eentje ervan ligt op de bank. En de ander ligt rond te sneupen. Rijka, waar ben je? Kom eens kijken. Rijka. Nee, maar die zit in de mand. Die is daar druk bezig, waarmee weet ik niet. Ik laat haar lekker even met rust en hier op een minuutje kan dat alweer. Hé? Ja, oude kereltje. Ja. Ja. Nee, wat Speedy allemaal doet bij Karin, dat doen wij niet, hè? Nee, daar beginnen we niet aan. Nee, dat zou ik ook niet eens niet kunnen houden, zo. Maar nee, dat gaat mij niet worden. Dat lukt mij niet. Als het nou een kitten was geweest, ja oké. Maar hij is mij, want dat er gaat te zwaar is, Speedy is nog zwaarder. Ja. Dus zo slecht hebben ze het bij ons niet. Nee, Karin en Roderick zijn goed voor de dieren. Ik ben goed voor de dieren. Dat is gewoon geweldig. Ja, en wie er aan onze dieren komen, nou die komen aan ons. En ik heb mijn stok bij me. Zo'n wandelstok, nou, de handvat hebben ze dan wel in hun nek hijgen, hoor. Van, denk erom, wil jij mijn hond of kat slaan? Ik sla jou. Denk er goed om. Ja, maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet met hetgeen wat jullie doen. Ik ga zo de meiden even uitlaten. Eerst zelf even naar het toilet en dan de meiden lekker even uitlaten. En ik ben weer in het lang. Ik heb mijn lange jurk weer aan, dus... Met al die kleurtjes, rood en paars en mosgroen en een andere kleur groen en blauw en ja, weet ik veel. Er zitten allerlei kleuren in. Oranjeachtig zit er ook in, rood, ja. En er zit er groen in en blauw, donkerblauw tegen het zwart aan. Oh, ik denk ik heb een donkerblauw blouse, doe ik er die onder. Want het is te koud met zo'n grote blote hals. En er zitten maar 3/4 mouwtjes in. Ik denk, en de blouse, dat is wat langer. Ja. Dus ja, oh, daar hebben we onze Rijka. Dus, maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet ze. Genoeg te beleven, denk ik. Ga de natuur in. En zover ik weet, zijn er weer terrasjes open. Nou ja, pak een terrasje. Ga naar,
Doe leuke dingen met je kinderen, als je die hebt, of kleinkinderen, of wat dan ook. Altijd wel een leuk iets met dit weer te doen buiten de deur. Dat ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Nou ja, dit zijn mijn lieftallige meisjes. Ik zit nou te filmen naar mijn diertjes. Ja, lieve vrienden, het is alweer zondagavond en het is alweer 18:44 en ik moet nog met die twee dames uit. Maar ik ben ook met een videootje bezig. Ja, maar het is het enigste filmpje. Maar ja, jullie weten dat ik best ziek ben geweest. En dat ik het bekende virus heb gehad. Maar ja, oké. Dat is weer over, tenminste tot zover. Het sloopje, dus ja, je moet er weer helemaal bovenop zien te komen. Nou ja, dat gaat tergend langzaam. Dus ik heb vandaag helemaal niks gedaan. Ik had er geen wat voor. De keuken is nog eens zwijnenstal. Hier staan nog dozen van de kerst. Ik ben buiten nog niet klaar. En dat moet ik echt morgen weghalen, want we krijgen de storm. Corrie over ons heen wordt er beweerd. Dus ja, dat is afwachten. Maar ik ben zo blij met die twee daar. Hé, meisje lief. Ja, nou. Jij, hé. Meisje lief. En die is ook zo lief, hè. Ja. Die is ook zo lief, hè. Ja, kon dat eventjes heen en weer? Of hou je er gelijk weer mee op met het staartje te kwispelen? Hé? Heel lief. Ja, ja. Ja, je bent ook lief, hè. Nou, en Kandolf die heb ik nog niet gezien. Ja, aan het begin van de middag heeft hij eten gehad. En die is, denk ik, boven. Die zal wel even slapen. En dan hebben we nog een flikkerliggie. Zijn auto gepareerd. Zal wel ergens eten zijn besteld of zo, ik weet niet. Maar dat doen we niet aan mee. Nee. Daar doe ik nog niet aan mee. Dan moet je hier wel geld genoeg hebben om dat te doen. Maar ik ben, zoals jullie zien, ja, het enige filmpje. Het wordt een kort filmpje, denk ik. Ik weet niet hoe lang dat wordt. Maar in ieder geval, ik zal jullie even omdraaien naar mezelf toe. Ja, ik heb hem gewoon in mijn handen even. Ik denk, want het werkt eventjes beter. En nou, ik ga eventjes kijken voor het... De intro, en als ik dat klaar heb, ga ik eerst de dames uitlaten. En dan gaan we wel weer eens verder en op nog eten, maar ik weet niet wat. Ik heb ook helemaal geen zin om te eten. Maar ja, het moet toch, ja, het moet toch. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie avond en geniet met ons weer mee.